alle judoka's, want wat al gezegd werd, jullie zijn de club, hè, dus applaus voor jezelf. Nou, dankjewel. Wij zijn zeer vereerd dat wij het keurmerk mogen ontvangen. Als club, net wat Frank zegt, we hebben er hard voor gewerkt met z'n allen. En we zijn enorm trots dat wij het keurmerk mogen dragen als Kokkio zijn. Dus ook bedankt. Succes verder. Dankjewel. Dankjewel. Ja, vandaag zijn we eens een keer in de sporthal. Want iedereen kent natuurlijk wel de lako, de kwel, het zwembad. Maar hier gebeurt zoveel meer. Nu staan we hier op blote voeten in de judozaal. Want Kuik heeft een judovereniging, hè? En die heet... Judovereniging Gokkio Kuik. En die bestaat al hoe lang? Volgens mij een jaar of 50, 60 jaar. Kijk eens, langer dan jullie. Ja. Stel je even voor alsjeblieft. Ja. Mijn naam is Gijs, ik ben judoleraar en lid van het bestuur van Gokkio Kuik. En ja, wij geven hier les aan heel veel kinderen, volwassenen en eigenlijk iedereen die aan judo wil doen hier uit je regio. Ja. Ja, mijn naam is Remco, ik kom zelf ook uit Kuik, zit al 33 jaar bij de club. En op maandag geef ik les en op woensdag train ik lekker zelf mee. Kijk, het bestaat echt al heel lang, begrijp ik. En hoeveel leden hebben jullie ongeveer, weet je dat? Ja, we zitten om nabij de 100 leden hebben wij binnen het groepje. Ja, en dat is dan echt van zo klein tot zo groot? Ja, de leeftijd is gevarieerd van 5 à 6 tot de oudste is in de 40. Kijk jou aan, maar jij bent ook geen 40, nee. Maar André wel. Ja. Dus van alle leeftijden. En nou ja, ik zei zojuist het is een vechtsport, maar dat is helemaal niet. Het is een zelfverdedigingssport. Ja. Wat is het verschil? Ja, een zelfverdedigingssport, het is gewoon belangrijk. Met de judo leren kinderen, dan krijg je meer zelfvertrouwen, respect voor elkaar. En die dingen, daar moet je eigenlijk meer aan denken. Het is niet dat ze elkaar de hersens in slaan. Judo is een hele respectvolle sport. Ik denk dat meneer van de judobond dadelijk ook wel meer over kan vertellen wat het precies allemaal inhoudt. Het is gewoon een respectvolle manier met elkaar omgaan, met discipline en je leren verdedigen. Als je op straat valt, iemand die judoot, die zal het minder snel spreken dan iemand die niet judoot. Want dan leren we valbreken voor. Ja, ook op onverwachte momenten bijvoorbeeld? Ja, want het is gewoon een reflex. Je leert een bepaalde valtechniek aan. En als je ook valt uit de reflex, dan maak je eigenlijk al meteen een valbreektechniek. Ja, dus als ik het zo hoor, dan is het eigenlijk geschikt voor iedereen. Ja, zeker. Voor jongen en vrouwen? Mannen en vrouwen. Want we hebben nu is er les bezig ook een aantal dames bij, een aantal heren. Dus dan gaat het gewoon allemaal goed samen. Ja. Als judobond hebben wij in Nederland ongeveer 600 clubleden. En wij vinden het heel erg belangrijk dat al deze clubleden een vereniging op poten zetten of hebben die veilig is, die voldoet aan alle wetgeving, waarvan de ouders met volle tevredenheid en zekerheid een kind kunnen achterlaten. En dat we zeker weten dat de kinderen hier gewoon in een nette, schone en veilige omgeving een sport kunnen bedrijven. Maar eigenlijk het belangrijkste is de veilige omgeving voor de kinderen. En dat speelt vandaag de dag heel erg. Bijvoorbeeld ongewenst gedrag, dat willen we voorkomen. Alle leraren hebben een VOG. Dus aan al die wettelijke eigenlijk aan alle eisen waarvan we met z'n allen vinden dat de moderne vereniging niet voldoen. Als we daar allemaal aan voldoen, dan krijgen we heel veel kunnen. Ja, en dat wordt dan ook echt gecontroleerd? En dat wordt dan ook echt gecontroleerd. Ja, wij kunnen maar nog, we hebben het nu uitgereikt, maar we komen regelmatig terug om te kijken of het allemaal werkt. Ja. Maar ik kan me voorstellen, in zo'n sport, zo'n zelfverdediging, als je daar overhoop gegooid wordt of zo, dat er bijvoorbeeld een hand of een beeld eruit komt of zo. Dat is lastig tegenwoordig al. Als er in de sport gewoon met een hand op een beeld terecht komt, dan is dat een sport. Als het expres buiten de mat een hand op een beeld terecht komt, dan is dat een ander verhaal. Ja. Ik wil overigens ook nog even terugkomen, net waar we het over hadden, op het vallen. Hè. Dus bij de JBN zijn we bijvoorbeeld op dit moment hebben we ook een valpreventie voor de senioren in Nederland. He, dus ook daar, het is voor kinderen, maar wel voor jongens, meisjes, jong, oud, maar tot 70, 80 jaar wordt er nu gejudo'd en hebben we echt een programma om oudere mensen met name te leren vallen.
aha, maar oudere mensen net als ik, moeten die dan werkelijk gaan judoën om te leren vallen? Of is er een andere cursus? Die hoeven niet alles te doen wat er hier op de judomat gebeurt, maar dan gaan we met name op dat vallen letten. Hè? Want als oudere mensen vallen, weten we, nou, die zijn kwetsbaar. En ja, dat willen we voorkomen. Nou, echt goed bezig jullie. Het is wel duidelijk, als ik het zo hoor, dat jullie het zeker verdiend hebben, dat keurmerk, toch? Ik denk het wel. We zijn echt hard bezig geweest om het allemaal voor elkaar te krijgen. En het is eigenlijk gewoon op het werk. De afgelopen allemaal 2 jaar. Ja. Nou, ja. Ja, en dat lukt natuurlijk niet zonder alle vrijwilligers die we bij de club hebben. En we zijn een hecht team. We hebben heel veel vrijwilligers. En zonder die vrijwilligers waren we nooit zo ver gekomen. Dus daarvoor wil ik ook wel mijn dank uitspreken dat zeer gewaardeerd wordt. Nou, heel goed. Is er nog plek voor nieuwe leden bij jullie club? Er is altijd plek voor nieuwe leden. Dus we zorgen gewoon dat er genoeg leraren zijn. En de ruimte is nog ruim voldoende, dus we kunnen nog gewoon nieuwe leden erbij krijgen. Oké, nou mooi. En daarop wil ik zeggen, we bieden gewoon 3 proeflessen aan. Dus ze kunnen altijd komen kijken van, vind ik het echt leuk? Ja of nee? Geen consequenties aan verbonden. Kom gewoon lekker naar de buurt toe. Doe lekker mee en kijk of het iets is voor je. Nou, kijk, dat is een prachtig aanbod. Ja, graag gedaan. Oké, nou, hartelijk gefeliciteerd allemaal. En u blijft in de gaten houden zitten. We blijven ze niet houden. Dank jullie wel. Dank u wel. Ja, oké.